Deze vier mannen hebben één ding gemeen. Wat, kan, roep eens een paar dingen, wat denk je? Motor? Hebben ze, nee, hebben die allemaal een... Hebben, nee. Hè? Mooie vrouwen. Arnoud zegt, we hebben allemaal een mooie vrouw. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Dat, nog een andere suggestie? Blauw bandje om. Blauw bandje om. Ik zei je... die moeten eigenlijk afspreken, toch? Dat gaat natuurlijk nou niet meer. Nee, dat maakt mezelf heel ingewikkeld. Oké, okay. Hoe werkt dit? Hé, hey, deze vier mannen hebben dit gemeen. Ja, knip maar door, Daniel. Het ziet er niet uit. Nee, het ziet er niet uit. Ja, dank, zo is het. Deze vier mannen hebben dit gemeen. Dat zij terug zijn geroepen door de Heer. Mm-hmm. Teruggeroepen naar Nederland. Terug naar Nederland. Alle vier hebben ze hun verhaal. En ze gaan dat een beetje vertellen. Ik ga ze een beetje vragen naar hun verhaal. De een is een heel indringend verhaal van Chris. De ander is een heel romantisch verhaal van Arnoud. Daarom zei je ook dat je een mooie vrouw hebt natuurlijk, ja. Dus we willen graag die verhaal, jouw verhaal is ook romantisch enzovoort. En ja, dus een beetje, toch? Jawel, nou ja, ongeveer. Stel jezelf eerst even voor, begin even bij Mark. Wie is Mark? Pak de microfoon, even kort. Ik ben Mark van der Waal uit Van City Life Os. Ja. Hé, ja. Hey, ja. Oh, jullie zitten er mooi vooraan, Os. Ja, heel goed. Os heb en jullie hebben supermannen. Een mooi team, een mooi team heb je. Team, t-shirt. Yes. Team. Ja, ga ze even staan. Eentje even een rondje draaien. Even laten zien. Kijk jongens, dat is het. Hè. Team. Yeah. Yeah. En naast jou zit... Ja, ik ben Chris Verhees. Ik ben pastor van citylifechurchlimburg.be. Doe nog maar een keer, want die stopt niet aan. Ze zitten mij nu te... Oké, okay, ik ben Chris Verhees. Ik ben pastor van citylifechurchlimburg.be. BE. België. Jawel, 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 jawel. Ja, super Chris. En daarnaast... So, Fernando from the hippiest church in the Netherlands, the hippiest. Tilburg, CLC Tilburg, so. Ja, ja, hij verstaat Nederlands, dus en daarnaast. Arnoud uit Assen. Goed. Heel kort even jullie achtergrond naast, sommige van jullie zijn fulltime pastors, maar dat ben je niet altijd geweest. Heel kort, een half minuutje, wie ben je naast in je beroep of zo? Ik weet dat sommige van jullie hebben heel interessante beroepen dus, gehad. Mark, je bent niet altijd voorganger geweest. Altijd eigenlijk zelfstandig geweest, grafische vormgeving, multimedia design. Ja. En sinds anderhalf jaar geleden hebben we Kindaflife overgenomen. Ja. En de kerk. Ja. Chris, jouw achtergrond. Ik ben een licentiaat in criminologie en ik heb een carrière achter de rug bij de Belgische politie. De eerste regel moet je nog een keer herhalen. Jouw microfoon doet het schijnbaar niet goed. Nee, die doet het niet. Nee. I don't know. Het is al. Kan iemand even helpen? Ik ben licentiaat in de criminologie en heb een carrière bij de Belgische politie achter de rug. Voor ik pastor werd. Ja, als criminoloog, als rechercheur enzovoort. En je bent een tijd in het Zuid-Amerika geweest? Voor je werk? Ging je af en toe naartoe? Niet precies. Ik ben als zendeling wel veel in Zuid-Amerika, eigenlijk over gans de wereld geweest. Ook in het kader van politiemensen. We hebben getracht het evangelie te prediken aan politiemensen, daar waar dat ze corrupt zijn. Bij ons natuurlijk niet, maar... Zo was het, ja. Zo was, zo het, ja. Was het, ja. Dat is wel heel bijzonder. Je trainde politiemensen in Zuid-Amerika. Ja, we trainden... Corrupte politiemensen probeerden jij te helpen. Ja. Ja, wij hadden een akkoord afgesloten met de overheden, de lokale overheden, waar ook Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa. En dan gingen we daar naartoe en dan deden we trainingen, politietrainingen, mits dat we ook het evangelie mochten prediken. En zo zijn honderden, duizenden politiemensen over de ganse wereld eigenlijk tot bekering gekomen. En hebben we corrupte, echt corrupte mannen zien. Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Heel bijzonder. Fernando, naast jouw voorgangerschap, je doet ook van alles. Vertel even heel kort. Well, apart from leading the church, I am I'm a researcher in universities business incubators, and I'm a teacher at university, and I'm also in charge of the internationalization of the university programs around the world. So have to deal with a lot of partnerships around the world and best universities.
En dat betekent dat je heel veel reist, ook naar Amerika reist. I have to travel and deal with a lot of PR politics and university politics, which are not the best politics, but that's how it is. Yes. En je doet dat op hoog niveau, want je zat pas geleden, voor degenen die in Den Haag wonen, in Instituut Klingendaal. En dat is wel echt een heel erg toonaangevend internationaal instituut. En daar regel jij workshops en seminars. Heel bijzonder. Arnoud, je bent nu voorganger, maar je werkte ook. Ja, dat was een bijbaantje. Dit is eigenlijk wat ik doe. Toen ik 20 was, ben ik theologie gaan doen. Echt wel met het verlangen om zending of voorganger te worden. En toen heb ik 5 jaar in Brazilië gewoond. Was ik fulltime jeugdwerk in de kerk. Toen 10 jaar maatschappelijk werk. Ja. Maar dat was meer een bijbaan. Ik moest iets doen. Maar wel met het verlangen om de kerk te starten. Bij het Leger des Heils. Bij het Leger des Heils heb ik inderdaad 10 jaar maatschappelijk werk gedaan. Hey, we gaan dan even bij jou door, Arnoud. We hebben een paar minuten. Om te horen dat verhaal. God riep je terug naar Nederland. Dus jij ging als zendeling naar Brazilië. Ja, ik was 24. Single. Ik was klaar met mijn opleiding en ik had een klasgenoot uit Brazilië. Die zei, in Nederland kom je toch niet aan de bak in de kerk. En dat was ook zo. Er waren heel veel vacatures voor jeugdwerkers en het liefst onbetaald. Dat was een beetje in die tijd zo. Maar ik wou wel wat ervaring opdoen. Dus ik ben eerst daarheen gegaan. Het was het doel om daar 1.5 jaar te werken. Nou, dat begon heel goed de eerste maanden. Ik had mijn hart op slot, want er lopen daar heel veel mooie dames rond. Maar ik had roeping en visie voor mijn eigen stad. Dus ik had echt wel weer het doel om terug te komen. Maar ja, dan kom je net die ene tegen voor wie je hart niet op slot kan houden. Dat is mevrouw nu. Het zou raar zijn als dat niet mevrouw nu was dan. Maar Patricia. Soms loopt het dan anders en ik merk juist als we het dan helemaal loslaten, kan je werk zijn of je relatie of wat dan ook, en je geeft het echt terug aan God, dan in één keer dan gebeurt er zoiets. Nou, in die tijd, ik zei heel eerlijk tegen haar van, ik zou voor jou terugkomen, maar weet je, ga je daarvoor verhuizen naar een ander land? Alleen omdat je daar iemand hebt leren kennen. Toen kwam die voorganger bij me, die bood me een baan aan, die wist niet van ons samen, maar die bood me een fulltime baan aan in zijn kerk. Ja, en toen dat zo gebeurde, toen zag ik Gods hand daarin. Mm-hmm. Dus ik heb nooit een stem of zo gehad, maar mijn hart klopte. Niet alleen vanwege de verkering, maar ook vanwege het land. En zo, ik was 24, ik kwam terug in Nederland en ik heb me uitgeschreven hier, verhuisd naar Brazilië. Jij dacht, ik woon voorlopig daar. Ja, ik had ook wel die opvatting van, ik ben daar een meisje tegengekomen en ik wil dan ook de keuze maken om daar te gaan starten samen. En niet haar hierheen te halen, terwijl ze niet weet waar ze in terechtkomt, het land niet kent. Het was ook wel de keuze om daar te gaan starten. Mm-hmm. En toen, dus jij zit daar lekker met je mooie vrouwtje in Brazilië. Nou, dat is eigenlijk het hele leuke. Van, ik had toen eindelijk, na zoveel tijd, had ik rust in mijn hart. Oké, het wordt Assen niet meer. Lekker in Brazilië. Nou, toen na 3,5 jaar ongeveer, toen ik daar rust in had, toen zei mevrouw, ik moet even met je praten. Nou, dan ben ik altijd al heel voorzichtig. Ja, hè, daar staan we op scherp. Want dan is er iets gebeurd. En meestal weet ik niet wat het was. Nee, dat kan van alles zijn. Maar wat ik juist heel mooi vond, is zij is een geboren zendelinge. Ze heeft altijd al gezegd, we gaan ooit een keer samen heen. En zij deelde juist dat God haar hart begon te geven voor, niet voor Assen, maar voor Nederland. We hielden het wat algemener. En hebben een jaar lang hebben we er samen voor gebeden en niet met andere mensen gedeeld. En toen hebben we tegen onze voorganger, die komt uit Nederland, die woont dus daar, hebben we het gezegd. En hij zag daar juist wel een roeping in. Dus het mooie daarin vind ik juist, ik ben geboren in Assen, opgegroeid. God heeft me altijd hart voor Assen gegeven. En soms lijkt het alsof je iets loslaat. Mm. Maar ik ben nu een uitgezonden zendeling. Ja. Braziliaanse zendeling. Ja. Uitgezonden. Vanuit mijn huisgemeente, mijn thuiskerk daar. In Brazilië, uitgezonden naar Assen. Om zendeling te zijn in Assen. Zo is het. Dus dat is toch wonderbaarlijk, vind je niet? Nou, ja, vind ik wel mooi, ja. De God heeft hem teruggeroepen. Dat is verhaal nummer 1. Maar er zitten er hier 4. Maar vind je het niet bijzonder dat met God dan mensen weer terugroept naar Nederland? Dus dat is heel gaaf. Ik wil even naar Chris, omdat jouw verhaal is best indrukwekkend. Maar je moet me heel kort houden, maar 2 minuutjes hooguit. Jij verhuisde naar Amerika. En je dacht dat je daar de rest van je leven zou wonen. Ja, meneer. Chris, heb jij iets met microfoons? Ja, hè? Geef maar weer...
Ja, in eerste instantie dacht ik nog om terug te keren. Maar ik in 2003 hebben wij alles wat we in België hadden verkocht. En met het gezin zijn we dan naar Amerika verhuisd. Ik ging daar bijbelschool volgen. En gaandeweg was ik daar zo ingeburgerd en voelde ik mij eigenlijk meer Amerikaan dan eigenlijk Belg. Dat ik voor mezelf beslist dat ik zal nooit nog terug naar België gaan. Ik heb daar niks verloren. Het leven in Amerika is fantastisch. We wonen aan de voet van de Rocky Mountains, Colorado Springs. Het is bijna hemel op aarde. En als je Pikes Peak opgaat, dan ben je weer zoveel korter bij de Heer. Maar, dus je zat daar helemaal goed? Ja, we zaten daar helemaal goed. Maar en toen... ik was dan ook betrokken bij die bediening, die evangelie predikt aan politiemensen. Ja. En wij hadden de gewoonte om één keer in de maand de bergen in te trekken, een blokhut voor een paar dagen in beslag te nemen en daar te bidden en te vasten. En ik had dat ook voor mijn eigen leven, of mijn eigen gemaakt. En op een van die momenten dat ik moederziel alleen in de Rockies in een blokhut zat, sprak God tot mij. Dat ik moest terugkeren, of ik kreeg een droom alleszins over Hasselt. Hasselt is de hoofdstad van het Belgisch Limburg. En ik zag daar van alles, dus te lang om die droom te vertellen. Maar in ieder geval, het kwam erop neer dat ik proefde dat God een opdracht voor mij had terug in België. En goed, ik denk dat wij maar best gehoorzaam kunnen zijn aan de Heer. Ja. Dat soms eigen dingen moeten opzij zetten. En dan zijn we opnieuw dat traject gegaan. En een jaar later zaten we op het vliegtuig terug naar Schiphol hier. En van Schiphol de grenzen over. Ja. De Moerdijk over, terug naar het zuiden. En je hebt mij die droom verteld. Ik snap wel dat je dat niet allemaal wil vertellen, maar het was wel heel indringend. Dat je zag mensen in Hasselt. In Hasselt loopt er een kanaal en ik zag en ook een haventje. En ik stond daar met een hele massa volk en iedereen stond aan de kade en ik dacht nog, het is gevaarlijk. En plots hoorde ik twee plonsen en waren er blijkbaar twee mensen in het water gevallen. Ik ben daarachteraan gesprongen, bleken babytjes te zijn. En jonge mannen die mij achterna sprongen, ook die babytjes dan boven water haalden, want ik had zo'n lange cowboyjas aan en ik zonk en ik moest me daar eerst van losmaken. En toen ik boven water kom, werden die kinderen aan mij overhandigd en hebben we ze op die manier gered. En God sprak en zei van, in jouw land worden, of in jouw denominatie, wat dat ook mag zijn, worden mensen geestelijk vermoord. Baby's springen niet zomaar in het water. Baby's worden in het water gegooid. En dat was een van die zaken. Heftig, hè? En God sprak van, ik wil dat je teruggaat. Dat je teruggaat naar België. En vrijheid in Christus gaat prediken. Ja. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja. Wauw, indrukwekkend. Indrukwekkend. Ik ga even naar Mark. Jij ging naar een bijbelschool, de bijbelschool van Paul Scanlon. Die kennen wij, want Paul is hier een paar keer geweest. Single. Fijne bijbelschool, 2 jaar. En daar leerde je Christine kennen. Ja. En toen? Nou, eigenlijk was het van, ik ging naar Engeland toe om de kerk te ontvluchten. En dat is heel eerlijk gezegd, maar ja. Dat, ik had er helemaal mee gehad. Maar die 2 jaar dat ik daar was, eigenlijk elke zere plek legde God zijn vinger op. En denk ik, er moest echt ding gebeuren dat God mij ging helen. 2 jaar later, toen zat ik op een normale zondag in de kerk. En toen keek ik om me heen en ik zag de mensenlevens die ik in de afgelopen 2 jaar had leren kennen. Hoe hun levens waren veranderd. Ik zag in mijn eigen leven hoe ik was veranderd. En toen dacht ik van, wauw, ik hou van deze kerk, deze manier van kerk doen. Mm-hmm. En gewoon een normale zondag, niks speciaals. Toen kreeg ik echt een verlangen van, Os heeft zo'n kerk nodig. Ja. En toen is het verder gegaan. En hoe reageerde Christine erop? Jullie hadden toen verkering? Of hoe zou... Wij hadden eigenlijk verkering. Maar eigenlijk, zij kwam eigenlijk pas daarna in het spel. Dus we hadden al een relatie met elkaar, maar ik denk het verlangen kwam bij mij. En toen daarna zijn we gewoon, eigenlijk na 1 jaar verkering, heb ik haar gewoon gevraagd, wil je me betrouwen? En toen zei ze ja. En we zijn gewoon heel naïef naar Nederland toe gekomen. En ik denk, we gaan gewoon het huis bouwen. Ja. Jullie werden teruggeroepen door de Heer. Je kreeg een nieuwe de kerk waar je uit vluchtte eigenlijk, om een bijbelschool te gaan doen. Die kerk, God gaf je een nieuwe liefde voor die kerk. Ja. En Christina dus ook kennelijk, want zij komt uit? Zij komt uit Ierland. Uit Ierland. Noord-Ierland. Dus zij moest alles opgeven.
Tenminste, nou, was niet, maar Ierland. Christine heeft altijd in haar hart gehad van Ierland is niet mijn thuisland. Oké. Dus dat was al bezig. Ja. Wat is een bijzonder verhaal. Jouw ouders waren de voorgangers van je kerk. Ja. En je ging weg van ik heb het helemaal gehad, zei je net. Je kwam terug met een nieuwe liefde. God riep je terug van ik wil dat je daar gaat bouwen. Ja. Inmiddels heb je het al een tijdje geleden overgenomen van je ouders. Ja. En bouwen jullie een mooie kerk. Bijzonder verhaal. En dan gaan we naar... Ja, zeker. Toen we dit zaten voor te bereiden, de hele Men's Conference, dacht ik ineens aan dit idee. Hoe bijzonder is het dat God mensen terugroept naar Nederland. God heeft een plan met dit land, met deze kerken en België. Uiteraard. En dat is zo bijzonder om dat te horen. Laatst is Fernando, nou die komt overal vandaan, is overal al geweest. We hebben nog 2 minuten, Fernando. Hoe is dat gegaan? Je bent geboren in Mexico, dat weet iedereen zo langzamerhand. Yeah, so I was in Mexico for most of my teenage, well, until my teenage years, and then I moved to Australia, which I thought it was like, that's heaven, you know? Australia is heaven already. No one leaves Australia if you live there, you know, within a great context of a church. I was in Hillsong Church for many years. But then, you know, God put a heart in our heart. My wife is Dutch, so we put in our heart, you need to go to Europe because there's a spiritual poverty in that continent. They're rich financially, but they're poor spiritually. Mm. So like, okay, well, let's go build Europe. And we moved to the toughest place. We came to Europe and we thought, where is the toughest place to live? So we moved to Berlin because it was the toughest city at that time. So we were there for 5 years. And then after that, we came, well, you know, it became a time of like, okay, now it's time to look for something. My wife is Dutch, but she was like, no, Netherlands, not probably not the best. But then God really put on our hearts, you know, the Netherlands might be the next step. So we moved without knowing. We moved to the Breda area, the North Brabant area, without knowing, never been there before. We just moved as an adventure, and then God really put in our hearts, this is the place. And, you know, when we moved to Tilburg for the first time, we saw this is the place where we want to be because, you know, they always say Tilburg is the sort of the back end of the Netherlands. And we always saw Tilburg is the next front end of the Netherlands. Very good. So, something I would say, when God puts you in a position where he tells you, you need to go somewhere where it's going to be uncomfortable. There's two decisions you have to make. Mm. Well, you know, I don't speak the language properly yet. I understand it, but I don't speak it. I could say a lot of excuses to say, I cannot do this. But, you know, with God, you just have to say, well, I'm going to trust you and see what is happening, you know. And yeah. I'm so happy to say now we're going into 2 services in Tilburg, which is a great step, you know. To be honest, it's just by the grace of God because I don't even speak the language, but I love the people. I love the Netherlands, and I also believe that they will win the World Cup very soon. Okay. Yes. Yeah, fantastic. Yeah, that's what you said, that I say. In de laatste 10 seconden, weet je, een aantal van ons hier zijn echt teruggeroepen uit het comfortabele, Amerika, het comfortabele Sydney en het comfortabele, warme, zonnige Brazilië. En de Heer roept je ons dan allemaal weer terug hierheen. Jullie zijn helden. Je hebt gehoorzaamd en al jullie kerken groeien en er is Gods hand. Jullie weten waarschijnlijk van de mooie kerk in Assen, het gebouw wat ze daar inmiddels hebben, waar de dienst helemaal vol zit, dus die zal ook wel gaan dromen over 2 diensten. Toch? Ja. Zoiets, ja. Oké, geef ze een applaus. Bedankt jongens voor je delen. God zegen.